verschillende opleidingen gedaan. Ik heb mijn master mogen doen in Argentinië. Ik vond dat toen fantastisch, omdat ik... Zo leert je ook die wereld beter kennen, want... Van eigen onderzoek. Ik ben heel graag bezig met literatuur. Met deze opleiding kan je heel veel kanten. De opleiding Moraalwetenschap is een extreem boeiende opleiding. Een opleiding die eigenlijk elementen van heel veel verschillende domeinen in zich verenigt. Dus mensen die geïnteresseerd zijn in heel uiteenlopende aspecten van de sociale wetenschappen, of dat nu filosofie, evidenterwijze. Filosofie vormt er een belangrijk aspect van. Maar daarnaast word je ook ingewijd in allerlei andere belangrijke domeinen van de sociale wetenschappen. Er is heel veel aandacht voor psychologie. Er zijn ook heel veel studenten die keuzevakken in die richting nemen, want er is in onze opleiding ook veel ruimte voor keuzevakken om in functie van je eigen interesses vakken te gaan bijkiezen. Je krijgt ook allerlei interessante inleidingen tot de sociologie, de economie, het recht. Je krijgt allerlei boeiende vakken over hoe je eigenlijk zaken kan gaan onderzoeken. Hè. Als je papers gaat schrijven en als je een thesis gaat schrijven, hoe kan je eigenlijk op zoek gaan naar informatie? Hoe kan je, via welke manieren kan je eigenlijk allemaal interessante problemen, zowel theoretische problemen als toegepaste problemen, hoe kan je dat allemaal op de beste manier gaan onderzoeken? Je hebt dus ook heel vaak les samen met mensen uit andere opleidingen. Dus je leert allerlei nieuwe mensen kennen. Vooral, ja, de groepen zijn niet te groot, maar ook niet te klein. De omvang van de groepen is eigenlijk ook ideaal om te zorgen dat het geen totaal anonieme bedoening wordt, waarbij je de 600ste student bent die ergens op een trap in een auditorium zit en eigenlijk niet echt kan deelnemen aan het leerproces. Nee, de groepen zijn net groot genoeg en voldoende klein om echt interactie tussen de studenten mogelijk te maken en ook interactie tussen de lesgevers en de studenten. Wat wij ook in onze opleiding doen, waar wij heel veel mensen en middelen in investeren, is te trachten om de methodes die we gebruiken in ons onderwijs, om die zo divers mogelijk te maken. Dus enerzijds zijn er natuurlijk de klassieke methodes, zoals de hoorcolleges, hè, waarbij er iemand vooraan staat en babbelt en vertelt. Maar we proberen ook al van... Bij het begin, dus eigenlijk al vanaf het eerste jaar, hebben we ook al veel meer interactieve lessen, waarbij we dus met kleine seminaries werken, kleine werkcolleges, waarbij de studenten eerder in groepjes samen teksten bespreken, vragen daarover stellen, ook elkaars vragen proberen te beantwoorden. En het voordeel daarvan is natuurlijk ook dat de studenten elkaar snel beter leren kennen, maar ook voor ons als lesgevers is dat ook heel aangenaam natuurlijk, hè, dat die band met onze studenten toch ook wel wat persoonlijker en wat closer kan zijn dan in sommige andere opleidingen. En wat ook heel interessant is aan de moraalwetenschap, wat zeker ook een grotendeels typisch kenmerk is voor die moraalwetenschappen, is de aandacht voor heel actuele problemen. Er zijn natuurlijk de theoretische vakken, maar er zijn ook heel veel toegepaste vakken waarbij we, om maar één voorbeeldje te geven uit mijn eigen domein, het domein van de ethiek, we gaan dus echt naar heel specifieke, actuele problemen kijken. In de geneeskunde, in de wetenschap en de technologie, in de politiek, rond de globalisering. Dus we gaan ook rond al die subdomeinen trachten om heel concrete problemen te analyseren. En we doen dat telkens op basis van de meest actuele bronnen, de meest actuele inzichten. We veranderen ook. In onze opleiding is er ook heel veel aandacht voor het voortdurend vernieuwen van de leermaterialen. Zodanig dat we echt proberen om toch, zoals men dat noemt, de vinger aan de pols te houden van wat er ook in de maatschappij gebeurt. En studenten in onze opleiding merken ook meestal snel dat er heel veel van hun professoren zelf ook trachten om in allerlei maatschappelijke debatten toch ook mee die debatten vorm te geven en op die manier toch ook trachten om een beetje die academische dimensie, die maatschappelijke verantwoordelijkheid eigenlijk van de academische wereld, om dat ook op die manier mee tot stand te brengen. En ook dat zijn allerlei zaken waar studenten op allerlei manieren mee bij betrokken worden.
En aangemoedigd worden om, om zich daar eigenlijk ook in te gooien en te zien hoe boeiend en hoe uitdagend al die kwesties eigenlijk zijn. Dus kort samengevat proberen we in de opleiding moraalwetenschap eigenlijk studenten de middelen aan te reiken, de tools, de kennis, de methodes aan te reiken om ten aanzien van allerlei heel actuele, urgente problemen in onze samenleving, om daar op een intelligente, creatieve manier mee over na te denken. Zo zou je eigenlijk in een notendop de meerwaarde van onze opleiding kunnen samenvatten.